elkaar hielden. De koning heette koning Albertus III en de koningin heette koningin Leonora. En op een mooie dag in de zomer kregen ze samen een babytje en het was een jongen. Ze noemden hem Albert naar zijn vader. Nou, toen de kleine Albert ongeveer een jaar oud was, zou er weer een babytje geboren worden. En koning Albertus III zei tegen koningin Leonora, Leonortje, het zou fijn zijn als het deze keer een meisje is. Hè? Dan hebben we een jongen en een meisje, dan hebben we van alles één, ja? Maar toen het babytje geboren werd, was het dus een jongen. En koning Albertus III zei, Leonortje, dat maakt niet uit, we blijven het gewoon proberen. Hè? Het vijfde jongetje geboren. En toen het zesde jongetje geboren werd, ja, toen zei koning Albertus III, ja, Leonora, moet je kijken, weer één met een piemel. Maar ja, de zevende was een jongetje, de achtste, een jongetje, de negende, een jongetje, de tiende, een, de elfde, een, nou zeg, en toen het twaalfde jongetje geboren werd, toen... Toen zei koning Albertus III, ik was stapelgek van al die piemels. Ja, ik wil nou eindelijk als een meisje. Nou, gelukkig begon het in de buik van koningin Leonora weer een babytje te groeien. Ja. En koningin Leonora zei tegen koning Albertus III, Albertus III, dit wordt ons dertiende kindje. Misschien is het wel een meisje. Hè? Ik bedoel, je weet maar nooit, ons dertiende kindje, misschien is het wel een meisje. Nou, laten we het hopen, zei de koning. Anders hoeft het voor mij niet meer. En hij nam de koningin mee naar de kelder van het kasteel. En toen ze daar in die kelder stonden, zei koning Albertus III, luister Leonora, als straks ons dertiende kind een meisje is, dan mag zij koningin worden. Dan krijgt zij het hele land en al het goud. Maar koningin Leonora antwoordde, ja, maar Albertus III, dat kan niet. Nee, dat kan helemaal niet. Hè? Als straks jouw dertiende kind een meisje is, dat kan niet. Die kan geen koningin worden. Een van jouw zonen moet jou opvolgen. Dat hoort nou eenmaal zo. Een van jouw zonen moet koning worden. Ja, eigenlijk, hè? Eigenlijk zou ik heel blij moeten zijn met weer een baby in de buik. Maar ja, als dit straks een meisje is, dan maakt die rare Albertus mijn 12 zonen dood. Ik heb het altijd al een beetje een rare man gevonden. Maar nu weet ik het zeker. Albertus is hartstikke gek. Iedere dag klom een van de jongens in een hoge boom om de toeren van het kasteel in de gaten te houden. Nou, na 11 dagen was de kleine Benjamin aan de beurt en hij zat nog maar net boven in de boom toen er op de toeren van het kasteel een vlag werd gehezen. De rode. En Benjamin, die rende naar zijn broers en zei, jongens, er is een meisje geboren. We moeten maken dat we wegkomen. Wegwezen! Maar Albert, de oudste broer, begon meteen weer te mopperen. Ja, hé, we blijven aan de gang, zeg. Nou, hé. Ja, ik haat meiden. En de andere broers riepen allemaal, wij haten meiden. Behalve Benjamin, hè? Benjamin niet. Benjamin die zei helemaal niks. Die hield zich stil. Ja? En weet je wat Albert, als zijn broer toen riep?
Van nu af aan, hè, zullen wij het eerste meisje dat we tegenkomen, zullen wij doodmaken. En de andere broers kiepen allemaal na. Het eerste meisje dat we tegenkomen, zullen wij doodmaken. Behalve Benjamin. Nee. Benjamin, ja, maar Benjamin was ook heel anders, hè. Die was nou het liefste gewoon het bos uitgelopen. En dan naar het paleis van zijn vader en moeder. En dan de lange gang door naar de torenkamer. En dan wist hij, daar stond het wiegje met zijn nieuwe zusje. Ja. En dan zou hij zijn zusje eruit halen en knuffelen. Maar ja, dat kon natuurlijk niet. Maar die jongens op een open plek midden in het bos. En de vogels zongen er het hoogste lied. En er groeiden overal heerlijke geurige bloemen. En midden op die open plek stond een lief klein huisje. En Albert, de oudste broer, zei: jongens, hier zijn we veilig. Hier blijven we voorlopig. Die bloemen mag je nooit plukken, denk erom. Nooit plukken. Want anders zal er iets vreselijks met jullie gebeuren. Nooit plukken. Maar ja, wat er dan zou gebeuren, dat konden de broers niet meer vragen. Want ineens was het vrouwtje zomaar verdwenen. Nou, vanaf die tijd bleven de 12 broers in het bos wonen. Overdag trokken ze erop uit om te jagen en eten te zoeken, behalve Benjamin. Ja, Benjamin die bleef thuis, die zorgde voor het huishouden, die maakte de bedden op, die kookte het eten en die deed de afwas. En zo leefden de 12 broers 11 jaar lang heel tevreden in het huisje daar in het bos. Maar ver van hen vandaan, in het paleis van hun vader en moeder, groeide natuurlijk ondertussen hun zusje op. Nou, haar ouders hadden haar een hele mooie naam gegeven. Ze heette Prinses Marie Surprise. En ik moet zeggen, Prinses Marie Surprise was een ontzettend aardig, mooi, lief meisje. Maar toen jij geboren werd en toen zijn ze gevlucht. En ik heb de jongens al die tijd niet meer gezien. En ik mis mijn jongens zo. Wat? Zei Marie Surprise. Mama, ik ga mijn broers zoeken. En ze liep het paleis uit en ging het bos in. Zusje. Nou, ze renden op elkaar af, ze knuffelden elkaar, ze omhelsden elkaar. Ja? En toen zei Marie Surprise, oh, ik heb mijn broers gevonden. Van nu af aan blijven we altijd bij elkaar. Nee, zei Benjamin, nee, dat kan niet. Want als de andere broers terugkomen, dan ben jij in groot gevaar. Want als ze hebben afgesproken dat ze elk meisje dat ze tegenkomen, maken ze dood. Maar het was al te laat. Daar kwamen de andere broers terug uit het bos. En Benjamin zei, vlug, lief zusje, vlug. Hé, hier, verstop je in de kast en hou je muis stil. Nou, Marie Surprise ging in de kast zitten op een omgekeerde emmer en hield zijn muis stil. En dat was maar goed ook. Want daar waren de broers en die hadden ook nog honger. Eten! Nou, Benjamin had gezorgd voor een heleboel flessen bosbessenwijn en een heerlijke pan hutspot. En de broers lieten het zich goed smaken. En toen de hutspot op was en de wijn bijna, toen ging Benjamin voor de kast staan en zei... Jongens, ik moet jullie even iets heel bijzonders vertellen. Ja, er is vandaag hier echt iets heel bijzonders gebeurd. Nou, de andere broers keken elkaar aan en zeiden, ja, hoe kan het nou, jongen? Iets bijzonders gebeurd, hè? Jij hier achter je aanrechtje, hè? En met je afwasborstel. Nou, zei Benjamin, ik wil het wel vertellen, maar dan moeten jullie mij beloven dat het eerste meisje dat we vandaag tegenkomen, dat maken we niet dood. Gewoon voor de verandering hier. Top, kan toch wel? Nou, de broers keken elkaar aan en zeiden, hoezo? We hebben toch afgesproken? Wat is er nou? Nou ja, vooruit, oké. Ja, er zijn hier toch geen meiden, dus we kunnen het makkelijk beloven. Nou, ik zeg Benjamin, dan zal ik het nu zeggen. Kijk eens hier. Ons zusje is... Nou, het was even heel stil, maar toen pakte Albert, de oudste broer, zijn zwaard en die zei, wat? Een meisje? Een meisje? Maar toen zag hij ineens dat,
dat zijn zusje precies op zijn lieve moeder leek die hij heel lang niet gezien had. En hij liet het zwaard uit zijn handen vallen en de tranen liepen over zijn gezicht. En hij rende naar zijn zusje toe en omhelsde haar en knuffelde haar. En ook de andere broers knuffelden en omhelsden haar. En toen waren ineens alle vervelende dingen vergeten. En ze vierden feest. Ze dansten, ze zongen, ze maakten muziek. En Marie Surprise, die kletste 100 uit. Ja! En dan zei ik, maak je kans over. En iedereen allemaal heftig. En ik zei, papa, wat is dat je heftig net dan? Nou, zei papa, je moet het niet laten. Ik ben waar, maar je hebt toch een 12 broers. En midden onder het feest, zei Marie Surprise, jongens, ik ben zo blij. Ik ben zo blij dat ik jullie gevonden heb. Hier hoort een bloemetje bij. En ze renden het huisje uit op zoek naar bloemen. Even kijken, welke bloemen zal ik plukken? Oh, die zijn mooi, zeg. Oh, ja, oh, en die violieren daar, die zijn open. Oh, die zullen niet. Oh, maar die zijn mooi. Dat zijn prachtige bloemen. Daar zullen mijn broers heel blij mee zijn. Ja, die ga ik plukken voor. En ineens was het huisje in de bomen en de bloemen waren allemaal verdwenen. Hoog in de lucht vlogen 12 zwarte vogels, 12 raven. Luid krassend weg. En prinses Marie Surprise stond eenzaam en verlaten op een nare, kale plek. Koud en kil. Alleen. Alleen? Nee. Want achter haar stond het oude vrouwtje. En die zei... Meisje, 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 wat heb je gedaan? Wat ben je toch een stomme trin? Ja, ik heb nog zo gezegd dat je van die bloemen af moet blijven. Ja? Ja, maar mevrouw, dat hebben mijn broers niet tegen mij gezegd. Ja, dat zal weer, hè? Ja, dat zal weer, hè? Feest vieren en wijn drinken, dat kunnen die jongens wel. Maar de dingen die belangrijk zijn, die vergeten ze. Het is ook altijd hetzelfde met die kerels. Ja, maar luister, meisje. Vanaf nu zijn jouw broers voorgoed veranderd in 12 raven, in 12 zwarte vogels. Voorgoed! Voorgoed, mevrouw? Is er dan echt niks aan te doen dat mijn broers weer gewoon mijn broers worden? Nee! Nou ja, misschien. Luister, meisje, luister. Als jij 7 jaar lang je mond kunt houden, 7 jaar lang geen piepje, geen geluidje, niets, als je 7 jaar lang zwijgt, dan zullen jouw broers weer veranderen in jouw broers. Maar dat kun jij toch niet, hè? Want jij lult iedereen de oren van de kop. Ja! Ja, maar mevrouw, ik kan het toch proberen? En Marie Surprise vulde een mand met wol. En met die mand met wol ging ze boven in een boom zitten. Zo. En ze begon sokken te breien voor haar broers. En ze zei geen stom woord meer. Zo. Yes, zei Marie Surprise helemaal niets. Ja? Wacht eens. Weet je wat? Ik geef jou gewoon een naam. Ik noem jou Prinses Meisjelief. En ik wil je meteen wat vragen, Prinses Meisjelief. Ik ben al een jaar op zoek naar een vrouw. Zou jij met mij willen trouwen? Nou, dat wilde Marie Surprise wel. Ze klom uit de boom naar beneden. De koning tilde haar bij zich voor op zijn paard. En samen reden zij naar het paleis van koning Pepijn. Nou, toen ze daar aankwamen, was iedereen ontzettend blij dat koning Pepijn eindelijk een vrouw had gevonden. Iedereen? Nee. De enige die niet blij was, was de moeder van koning Pepijn. Zo, Pepijntje. Hè? Heb je eindelijk een vrouwtje gevonden?
En waar heb je die gevonden, dat vrouwtje? Wat? In de boom? Oh, zitten de vrouwtjes tegenwoordig in de boom? Zal ik juist wat zeggen, jongen? Ik vertrouw die meid voor geen cent. Ze praat niet, ze lacht niet, er komt geen geluid uit. Volgens mij is het een heks. En weet je wat de heksen moet doen? Heksen, die moet je verbranden. Die meisje, lief, hè, waarmee koning Pepijn is thuisgekomen, dat is een valse, gemene heks. En het hele volk riep, dat is een valse, gemene heks. En wat doen wij met heksen? Die moeten wij verbranden. Ja, verbranden, het hele volk. En de boze moeder liet een grote stapel hout neerleggen voor het paleis. En daar werd prinses Alice deze boven opgezet. En toen pakte de boze moeder een brandende fakkel waarmee ze de stapel wilde aansteken. Zo, meisje. Jij dacht mij zo in te pikken, hè? Maar dat feest gaat mooi niet door. Het gaat mooi niet door, je blijft van mij zo aan. En die landen naast de houtstapel, want de 7 jaren waren voorbij. En de raven veranderden in de 12 broers en ze bevrijden meteen hun zusje van de houtstapel. En die mocht eindelijk na 7 jaar praten en die zei, oh jongens, jullie hebben mij gered. Nee, zeiden de broers, jij hebt ons gered door 7 jaar lang je mond te houden. Nou, dat is heel knap voor jou doen. Ja? Nou, die boze moeder wilde natuurlijk meteen van doorgaan. Maar Benjamin, de jongste broer, die pakte een veertje wat uit zijn vleugel was gevallen, streek daarmee langs de wang van de boze moeder. En toen veranderde zij zelf in een lelijke oude raaf en vloog luid krassend weg. Nou, je begrijpt het al. Koning Pepijn werd bevrijd uit de gevangenis. Ja. Nou, en eindelijk kon Marie Surprise zeggen, ik heet geen meisje lief, ik heet Marie Surprise. Nou, ze trouwden natuurlijk met elkaar. Ze leefden nog lang en gelukkig en de 12 broers hadden voor de rest van hun leven genoeg sokken.